Hoe mooi het Euroborgstadion ook is, in vergelijking met het oude Oosterparkstadion, ontbrak het nog een historie. FC Groningen besloot daarom namen van oud-FC Groningen spelers te verbinden aan de tribunes. Begin augustus maakte FC Groningen directeur Hans Nijland al een van de namen bekend. Dat betekent dat vanaf nu de Oosttribune de Piet Vansen-tribune zal gaan heten. Dat wil ik ook kopen. Ja. Afgelopen zondag werd de naam onthuld. Een eerbetoon wat jou toekomt. In totaal maar liefst 404 officiële wedstrijden voor GVNV en FC Groningen. Een groot applaus voor Piet Vansen. Ik was er ook zo verschrikkelijk emotioneel onder. En ik ben hier wel, dit vind ik wel zo groot, dat dat met mijn leeftijd nog kan gebeuren. Maar ook daaronder. Hoe die foto's er hangen en binnen dan. Ja, fantastisch. Kippenvel, ja. Tranen zelfs. Ja. Ik ben er zo trots op. Ik heb er gewoon geen woorden voor. De afgelopen weken konden FC Groningen supporters bepalen welke namen er aan de Noord- en Zuidtribune verbonden gaan worden. Piet Vansen mocht zondag de namen bekendmaken. Een van mijn beste collega's binnen deze club wordt met zijn beide jongens de tribune genoemd naar de Koemannen. Onze familietribune, de familie Koeman-tribune. Ja, deze Noordtribune, waar vooral zijn jongens, zijn hele leven dat hij geleefd heeft, achter hem stonden. En de naam is van deze tribune Tony Willeeuwen. In het voormalige Oosterparkstadion was een van de tribunes vernoemd naar oud-GVV-keeper Tony van Leeuwen. Piet Vansen sprak in augustus de volgende wens uit. Waar ik heel graag zou willen, buiten de supporters om, dat Tony van Leeuwen weer terugkomt hier in Euroborg. De supporters gaven dus gehoor aan deze wens. Ik heb ook direct in de voorspelling gedaan hoor. Ik zeg Tony en ik hoop dat Martin en de jongens ook benoemd worden. Ja. Maar Tony is wel heel belangrijk voor je. Tony is zeer belangrijk, want dat was een van de allergrootste vrienden die ik ooit had in de voetballerij.